Hoi, ik ben Amel, ik ben 12 jaar oud en ik ben het senaatslid van de Nederlandse kinderjury voor de provincie Noord-Brabant. Jullie konden afgelopen tijd stemmen op jullie favoriete boek van vorig jaar. En ik heb goed nieuws, want jullie eigen top 5 is inmiddels bekend. Dit zijn de boeken uit de top 5 van de Nederlandse kinderjury 2017, uit de categorie 10 tot en met 12 jaar. Het leven van Lucy deel 10, geschreven door Jeff Kinney. Mummy de Mummy en de Smaragd van een Nijl, geschreven door Tosca Mente. Dagboek van de Muts 10, geschreven door Rachel René Russell. Koste Bananen deel 2. De ongelofelijke Ravi Ravioli, geschreven door Joshua Douglas. 100% Coco New York, geschreven door Nicky Smit. Al deze prijzen worden uitgereikt op het kinderboekenparade in het Kinderboekenmuseum op zondag 11 juni in Den Haag aan de auteurs. Natuurlijk zijn jullie allemaal van harte welkom. Naast deze feestelijke uitreiking zijn er natuurlijk nog superveel andere leuke dingen die je kan doen. Er komen schrijvers en tekenaars waarmee je op de foto kan. Je kan handtekeningen krijgen. Je kan allemaal superleuke dingen doen als workshops en activiteiten enzovoort. Omdat het nog een lange tijd is voordat het zover is, kunnen jullie in de tussentijd lekker veel blijven lezen. Tot dan! Doei! Hallo, ik ben Ome de Visser, ik ben 11 jaar en ik ben lid van de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. Ik heb net te horen gekregen welke 5 boeken jullie het leukst vonden. Kijk even mee. Het eerste boek heet Het leven van een loser even offline. Klinkt goed. Het tweede boek heet Dummy de Mummy en de Smaragd van de Nijl. Oh, die komt uit de Dummy de Mummy serie. Het derde boek heet Dagboek van een Muts Puppy Love. Het vierde boek heet De Ongelofelijke Ravi Ravioli. En het laatste boek heet 100% Coco New York. Deze 5 boeken gaat de kinderjury lezen en ik dus ook. En hiervan kiezen wij het beste boek uit. Doei! Hallo, ik ben Josmijn en ik vertegenwoordig Zuid-Holland in de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. In de categorie van 6 tot 9 jaar. Er zijn zoveel stemmen binnengekomen dat ze nu pas klaar zijn met tellen. Echt geweldig! Dit zijn de boeken die zijn uitgekomen. Ma Mystery van Paul van Loon. Siem Subliem en het Ei van Jannes van Tosca Mente. De niet zo rampzalige avonturen van Herre van Marten Jongbloed. De boom met van 65 verdiepingen van Andy Griffith en Terry Denton. En Fantasia 11, de duistere Dreammaster van Ronimo Stilton. Allemaal superleuke boeken. Maar ik ga nog niet vertellen welke ik het leukste vind. Dat kunnen jullie zelf te weten komen op de kinderboekenparade. Er komen ook heel veel leuke schrijvers. En er zijn superveel leuke dingen om te doen. Ik hoop dat jullie allemaal komen. Het is in het Kinderboekenmuseum op 11 juni om 11 uur. Dag!